Zondag 4 januari was er in het dorpshuis in Bad Hoeverdorp reden voor een feestje. Het zondagmiddagpodium bestond die dag 10 jaar en dit lustrum werd gevierd. De feestelijke middag werd officieel geopend door burgemeester Theo Weterings. Hij genoot zichtbaar van het ensemble. Het zondagmiddagpodium voorziet duidelijk in een behoefte en dat was te zien aan de uitverkochte zaal. Maar wat maakt het zondagmiddagpodium nou zo bijzonder? Eigenlijk de keuze die ze altijd maken, want het zijn goede gezelschappen. Dat maakt het aantrekkelijk. En niet te zwaar, niet dat je helemaal in het zo in moet spannen voor het luisteren, maar dat je het een beetje speels is, vaak. En dan ook dat het in het dorp is. Dat is natuurlijk heerlijk. Nou, in ieder geval, je kan de keuze van de muziek. En ook dat de prijzen natuurlijk betaalbaar zijn. Nou, de doelgroep is 50 plus. En dat is eigenlijk ontstaan 10 jaar geleden, toen werd geconstateerd dat met name 50-plussers op zondagmiddag gewoon niks te doen hadden. Het bestaat dus al 10 jaar. Waarom is het dan nu nog steeds zo'n succes? Ja, kennelijk is zondag voor veel mensen toch een beetje saai als er niks te doen is. En dan vinden ze het heel leuk om ergens naartoe te gaan. Het is gezellig. Heel veel mensen kennen elkaar langzamerhand van die bijeenkomsten. Sommigen gaan ook de hele polder door. Die gaan elke zondag, geeft niet waar. Maar als je een auto hebt is dat makkelijk te doen natuurlijk. Dus die reizen de hele polder door. Ja.